de nieuwe Mocho Case vandaag. Gaan we een hele leuke mod reviewen. In testen. Misschien kennen jullie het al, maar dit is Bibliocraft. Ja. Ik zal gelijk maar met de deur in huis vallen. Je hebt hier een armor stand. Dan kan je van alles. Hierzo moet je van alles neerzetten. Want kijk. Daar staat niks. Hier staat weer wat. En dan kan je nog wat armor neerzetten. Deze is gewoon hetzelfde. Daar heb ik gewoon diamond gedaan. Twee. Kijk. Mooie lampen. Het geeft zelf. Dus aan zoveel licht als glowstone. Ja, hier heb je een table. Ik zal maar even met deze eerst doen. Kijk, ik wil even weten hoe de afstand is. Van daar tot bijvoorbeeld hier. En dan? Zou hij. Zes meter. Je kan hier van alles mee? Doe maar. We hebben hier ook seeds. Want dat komt weer hierbij. Een kruk lijkt het. Kijk, ik zit op een stoel. Maar als wij dit gebruiken. Oh. Nou, dat was niet de bedoeling, maar dit is wel grappig. Krijgen we dit. Klik er gewoon op. En dan heb je dit. Heb je gewoon achterkant. Hoppa. Deze vind ik het mooist. Het lijkt wel van de Harry Potter films een beetje. Ik doe even slash clear. Dan gaan we maar met. Oh, lekker een beetje. Ik weet niet wat. Maar als eerst hebben we dit. Hier kan je boeken op plaatsen. Maar het is me niet gelukt. Om iets te selecteren. Ik kan even niet. Zo hè. Maar. Hier kan je zo printen. Ik weet ook niet hoe dat weer werkt. En ja, hier kan je allemaal boeken op doen. Stel, ik heb een boek. Doe ik erop. En dan ligt die hier open. En dan komen hier nog stapels te liggen. Daar. Oh, ik lag. Waarom lag ik? Nou, wij hebben hier. Wacht even. Sorry dat ik een beetje lag. Ik sluit dit maar even. Maar ja. Hier zo heb je een label. En hier kan je bijvoorbeeld. Je kan het allemaal in stacks, hè? Zelfs. Zo, staat er een carrot op. Ik kom zo nog terug bij die chest, maar. Oh, wacht. Die pakken we een beetje ver. Waarom kan ik dat ding niet weghalen?
Dit is vervelend. Maar ja, we gaan maar door. Hier hebben we... Het heet ook Bibliocraft. We hebben het link zo in de beschrijving staan. Je kan hier zoveel boeken in plaatsen als je wilt. Kan met shift en rechterklik. Ja. Maar je kan het ook gewoon erin plaatsen. Maar wat nou zo bijzonder is... Dit is gewoon een rhythmboek, maar dit... Redstone volume. Ja, mensen. Kijk. Daarom heb ik ook een redstone lamppagina. Zo, ik haal hem eruit. Gaat hij uit. Stel. Ik doe hem er weer in. Hij gaat aan. Dat is gewoon heel erg mooi. En als je het helemaal vol zet, krijg je gewoon een echte boekshelf. Maar nu gaan we naar de potions zelf. Je kan hier zo potions uitpakken. Maar het grappige is hieraan. Ik heb ze gestekt. Dat is nou het grappige. Ik wil dit niet. Dit wil ik wel. Zo. Ik heb ze opgestekt via mijn Too Many Items mod. Kan je heel veel opstekken. Waaronder potions. Ja. Dan gaan we maar door bij de... Hier kan je al je wapens en zo op doen. Het is hetzelfde als dit, maar hier hangt het. Ja, de Too Many Items mod is ook gewoon, kan je alles mee, je kan game mode en de dag maken. Nee. Shift, rechter muisknop, gaat het open. Ik heb er even wat bullen in geplaatst. Doe het nog eens, gaat het dicht. Het heeft ook een sound effect, maar dat hoor je nu niet goed. Dit is een map, een houder. Je maakt een map en dan het rechte muisknop. Eerst plaats je het en dan doe je hem er op. En dan heb je gewoon zo onze map. En daar hebben we nog wat lampen. Voor... Je kan het ook zo aan de muur zelf. Zoals dat dan. Ja, dit is... Hier is dit zo'n beetje, maar ik zei dat ik terug ging naar de chest. Even mijn inventory nog clear. Ik weet niet wat alles doet, maar voor een deel kan ik het wel. Ja, eerst een reading glasses. Je doet hem gewoon zo op. En eindelijk heb ik een wereldbril. Maar volgens mij heb ik het niet nodig. Dat is wel koppig. En we gaan naar de sunglasses. Nou, het zijn tinted glasses, maar meer sunglasses. Yeah. Dat is wel cool. Ben ik nu? Nee, ik ben nu gewoon een heer. Dit is ook... ik ken een mod, dat heet volgens mij de Gentleman mod. Heb je ook monocles in. En dan is dit gewoon de beur. Monocle. Nou, omdat ik niet weet wat de rest doet, gaan we maar even voor de zekerheid uit het lab vliegen. Want je weet maar nooit.
Nou, gaan we maar beginnen met dit. Ik weet niet wat het is. Je craft het gewoon zo. Ja, ik heb gewoon even geen crafting recipes gedaan, want dat was dan even iets te veel. Maar van rechter muisknop. En dan, als het goed is, moet hij het doen. Een lock and key. Ik weet ook niet wat dat doet. Maar ik denk dat we daar een deur voor nodig hebben. Wacht. Ik doe deze even op. Is de kroker hoor. Redstone. Doe dit. Nou, we plaatsen een deur. En dan doen we. En dan kan alleen ik het volgens mij openen, maar dat moeten we eens in de multiplayer testen. Een clipboard. Daar kan je alles opschrijven. Kijk. To. Nee. To-do list, not show cases, tag it, en ja, en je kan het hier afvinken. Ik heb hem nog niet gedaan, dus vond ik het niet af. Dit kan je beter op een map gebruiken. Maar hier hebben we Waypoint Compass. Want stel. Ja, kijk. Je stelt bijvoorbeeld in. Maar 1000. Test doen we. En dan. Ja. En dan wijst het kompas er naartoe. Dus we moeten blijkbaar daarheen dan. Voor die waypoint. Nou, dit is het zo'n beetje. Mensen, ik zie jullie de volgende keer. Abonneer op de kanaal in de beschrijving. Abonneer ook op mijn kanaal. Geef een groen duimpje. En dan zie ik jullie de volgende keer. Later!